Dus dan wil je weten, altijd, zeker op dit tijdstip, hoe ziet 2013 eruit? We hebben al heel veel voorspellingen gehoord. Overigens ook in 2008 van allerlei deskundigen. Die riepen toen, die prijzen gaan steeds nog hoger en nog hoger. En wat gebeurde er? Alle banken riepen dat trouwens ook. Ze gingen omlaag. Dus ik ben toch benieuwd naar de voorspellingen van de heren. Laat ik eens beginnen met, nou, toch Kees de Kort. Nou, dat is vragen naar de bekende weg, hè? Prijzen gaan omlaag en niet te weinig. Het heeft alles te maken met het feit, met de langjarige ontwikkeling op de huizenmarkt. Tussen 92 en 2008 zijn de huizenprijzen pak een beet 350-400% gestegen. Nu is de kop eraf, procentje 15. En ondertussen is de arbeidsmarkt is totaal veranderd, verslechterd. De banken denken er totaal anders over. De overheid doet allemaal rare dingen en het vertrouwen is weg. Als je gewoon langjarige ontwikkelingen kijkt, en je ziet die bult, die drievoudiging van de 15 jaar hiervoor, dan kan het maar één kant op, omlaag en niet te weinig. Nou, dat is in ieder geval een mooie opening, laten we duidelijk zijn, hè, van deze discussie. En inderdaad, Kees, hebben we ook een paar familieleden bij. Ja, familie, okay, leuk gedaan. Hans Tegenman is econoom en hoofd nationaal onderzoek bij de Rabobank. Nou, de bank hebben we ook al een paar hele foute voorspellingen van gezien, maar we zijn toch benieuwd, 2013. Nou ja, wat dat betreft niet veel anders dan wat Kees zegt, omlaag. Maar degene die nu kan vertellen hoeveel het echt gaat worden, nou, hier zit hij waarschijnlijk ook niet. We weten alleen één ding zeker, de richting is bekend. We weten ook niet hoe lang het gaat duren, maar 2013 wordt het niet. Maar meneer Stegeman, die 20% die je genoemd is door de SNS-topman, 20% gaat er nog eens van afkomende tijd? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, wat je ziet is dat mensen riepen in 2008 of de jaren daarvoor van, oh, die huizenmarkt gaat helemaal mis, er gaat nog zeker 20% vanaf. En die mensen roepen nog steeds 20% en ondertussen is er wel 15% vanaf. Dus er zit toch iets van een rare consistentie in die ramingen van die mensen.